nu hebben we een stukje over Brahms. En Brahms is de componist waar Jana gezegd heeft van... Goh, het zou leuk zijn om dat stukje van Brahms uit dat hoornfragment te laten horen. Dus misschien moeten we daar even naar luisteren. Dan kan jij toelichten waarover het precies gaat. Of wat het precies is. De symfonie nummer 2 van Brahms 1877, de Pastorale. Jana, wat horen we nou precies? Dit is een fragment uit het tweede deel van de symfonie. En voor mij als hoornist een van de mooiste momenten... Nou, er zitten heel veel mooie momenten in als hoornist in deze symfonie. Maar dit is een van de mooiere momenten. En het begint met een hoornsolo. De hoorn is even helemaal alleen, één maat. En dan hoor je heel mooi hoe Brahms de verschillende klankkleuren ook gebruikt... De hoorn is eerst in zijn eentje en dan komt de hobo erbij en de fluit erbij en de fagot. En later komt het hele orkest erbij. Dus het wordt steeds groter en denk gewoon een heel mooi romantisch gevoel wat hier uitgedrukt wordt. Ja, maar het geeft een heel mooi voorbeeld van hoe Brahms speelt met de verschillende klankkleuren in het orkest. Prachtig. Hey, we hebben net ook een stukje partituur gezien. Ja. We hebben ook bij Mozart hebben we gezien wat je allemaal kunt doen tussen de regels door. Hè? De grappen zijn niet van... Maar ook is dat natuurlijk een verschil in de notaties tussen die verschillende periodes. Kun jij daar eventjes iets over zeggen, René? Ja. Je had wat meegenomen om het te laten zien. Nou, ik weet niet of ik het even kan laten zien. Maar ja, en dan heb ik die Mozart ook nodig... Kijk, als je nou Brahms open doet en je doet Mozart open, maakt me niet uit waar. Dan zul je zien dat bij Mozart de aanduidingen zijn... Ik draag even voor als ik er eentje kan vinden. Piano, forte, piano en we eindigen forte. Dat is denk ik over 2 bladzijden bijna alles wat ik tegenkom. Als je dan bij Brahms kijkt, dan wordt ieder fragment aangegeven met een dynamische aanduiding. Zoals... piano sotto voce en dan wordt het pianissimo espressivo en dan zie je overal die crescendo en die decrescendo tekens, dus hij geeft voortdurend, nou eigenlijk schildert hij voortdurend met zijn dynamiek het verhaal wat hij wil vertellen en dat zie je bij Mozart gewoon veel minder. Dat is dus echt een stijlverschil. Is een stijlverschil. En bovendien, als je nou zou willen dirigeren bij de cd en je zet Mozart op, dan kan je gewoon beginnen te dirigeren. 1, 2, 3, 4, 1. En je weet altijd waar je bent. Als je dat bij Brahms gaat proberen, dan raak je helemaal in de war. Ja, want... Hij zit je aardig op het verkeerde been af en toe. Wij moeten ook best wel blijven opletten hoor, als we dit spelen. Het klinkt allemaal heel erg logisch, maar het is stiekem wel goed opletten. Ja, want er zitten natuurlijk van die overgebonden noten in. Ja. En syncopes. En ineens heb je het idee dat je een driekwartsmaat speelt binnen een vierkwartsmaat. En op den duur, hè, dan weet echt alleen de dirigent nog maar waar de maatstrepen staan. Dat is toch het enige belangrijke wat er is. Hey, en we hebben het gehad over Mozart. We hadden het idee dat hij het gewoon opschreef en dat het gewoon binnenkwam bij hem. Maar Brahms deed er wat langer over. Hè. Zijn eerste symfonie was een soort van olifantsdracht waar hij 15 jaar over gedaan heeft. Ja. Hoe zat het met zijn tweede symfonie? Ja, dat heeft hij in een zomervakantie geschreven. Dus dat ging wel snel? Ja. Hij zat aan de Wörthersee in Carinthië op vakantie in de zomer.
En ja, daar heeft hij het gewoon in een zomer opgeschreven, de hele symfonie. Maar ja, de mensen om hem heen gingen natuurlijk zich ermee bemoeien en vragen, wat ben je nou aan het schrijven, ben je het nou aan het schrijven? En nou, die eerste symfonie die hij heeft geschreven, waar hij 15 jaar over heeft gedaan, staat in een hele mistroostige toonsoort C-klein. Nou, dat is werkelijk heel dramatisch. En deze staat, net een toon hoger, D, en groot. En dat is een ruime, volle, opgeruimde toonsoort. En die had hij dus echt in een week of 6 klaar. Maar de mensen om hem heen gingen vragen, wat ben je nou aan het doen? En toen zei hij, nou, ik ben nou een symfonie aan het schrijven. Tegen zijn uitgever. Die wordt zo mistroostig, die wordt nog droeviger dan mijn eerste. Moet met een rauw randje uitgegeven worden. Maar dat was helemaal niet zo. Dat was een grap van hem. Dat was een grap. Hij was best een humorvolle man. Ja, ja. Het was een hele vrolijke, vooral de twee hoekdelen, het begin en het einddeel, heel vrolijk en opgewekt. En er zitten natuurlijk wel de twee middendelen erin, waarbij het allemaal wat dramatischer wordt. Maar het blijft toch een vrolijk, opgewekt, optimistisch vooral ook, stuk. En omdat dat zo was, en omdat hij de blauwe lucht eigenlijk probeerde te schilderen, en de wouden en de groene schaduwen, omdat dat zo was, kwam er een soort van herinnering aan de pastorale van Beethoven zijn zesde. En ze hebben deze dus nu ook als bijnaam de pastorale gegeven. Dat is eigenlijk daarom. Omdat het, een mooi verhaal, René. Dankjewel.